Welkom. Hartelijk dank voor de uitnodiging, Maud, om hier te spreken. Ik vind het altijd een prachtige locatie en een geweldige gelegenheid en een fijn publiek. Dus ik steek graag van wal. Ik ga het vandaag hebben over onzekere kennis, waarden en emotie. Dat zijn allemaal hele grote begrippen. Maar we zullen zien dat we in het dagelijks leven daar ook direct mee te maken hebben en dat het dan allemaal wat meer hanteerbaar wordt. Experts zitten in de beklaagde bank, zo lijkt het. Kijk maar naar president Trump, die al in 2014 een tweet uit liet gaan waarin hij zei dat experts zinloos zijn, omdat ze de wereld nog complexer maken dan ze al is. En kijk ook naar de notie die sinds eind 2016 opgang maakt van post-truth. Na de waarheid, letterlijk. Het verwijst naar het idee dat persoonlijke overtuigingen in het publieke domein veel belangrijker zijn dan objectieve waarheden. En u kunt zich wel voorstellen dat experts en expertise in dit geheel een lastige plaats innemen. En daar gaat vanavond mijn lezing op in. Ik ga in op de vermeende kloof tussen experts en het algemene publiek. Is die kloof er echt? En zo ja, waar bestaat die dan uit? Een feit is dat onderzoekers en professionals deze kloof vaak het liefst bestrijden door meer en betere feiten in te zetten, die een minimum aan onzekerheid suggereren. Is dit de juiste weg? We gaan het zien. Beetje retorische vraag, hè, als ik hem zo stel. Oh, sorry. Ja. Onze samenleving is een buitengewoon verwetenschappelijke samenleving. Voordat ik dadelijk ga uitleggen hoe omstreden die wetenschap is, hoe zeer onder vuur experts liggen tegenwoordig, moeten we ons ook realiseren dat wetenschap in onze samenleving waarschijnlijk nog nooit zo belangrijk is geweest. Voor ieder probleem is er wel een expert. Voor iedere vraag is er wel een stukje wetenschap. En we kunnen er tegenwoordig, in hoge mate althans, ook allemaal bij, bijvoorbeeld via het internet. Maar deze wetenschap lijkt ook onder druk te staan. Kennisorganisaties proberen met man en macht hun experts toekomstbestendig te maken. Ik geef heel vaak lezingen aan kennisorganisaties, bij kennisorganisaties. En ik merk dat ze dit als een van de grootste problemen in hun bestaan zien. Kennisorganisaties constateren ook vaak dat het bij burgers aan vertrouwen ontbreekt. Of misschien preciezer, dat hun organisatie in de ogen van burgers niet betrouwbaar is. Oh, dat is de verkeerde kant. Ook een buzzwoord tegenwoordig. Vertrouwen. Want als burgers, instanties, overheden, organisaties, ook bedrijven, niet vertrouwen, wat is er dan eigenlijk aan de hand? Hier is regelmatig sprake van een interessant type verwarring. Burgers die zogenaamd kritisch vertrouwen en vaak scherpe opmerkingen maken aan het adres van bijvoorbeeld een overheid, worden aangezien als voor burgers die wantrouwen. In dit opzicht is het schema van Poortinga en Pidgeon, twee risicopsychologen, zeer behulpzaam. Zij maken onderscheid bij vertrouwen in organisaties tussen twee dimensies. Algemeen vertrouwen. Dit algemene vertrouwen moet u zien als een praktische vorm van vertrouwen, vaak niet expliciet, vaak niet bewust. En scepticisme, de tweede dimensie. Nou, scepticisme wordt hier niet negatief bedoeld, maar als een soort van kritische, actief kritische houding. Dus dat is een meer neutrale framing van het begrip scepticisme.
Zij geven aan dat kritisch vertrouwen, dat ziet u rechtsbovenin, een combinatie is van twee dingen. Een groot praktisch vertrouwen, een groot algemeen vertrouwen, maar het is gecombineerd met enig wat zij noemen gezond scepticisme. Wantrouwen, dat ziet u links onderin, betekent daarentegen geen algemeen vertrouwen, maar tegelijkertijd is de burger ook niet kritisch, maar juist tamelijk onverschillig. Nu is het zo dat veel kritisch vertrouwende burgers worden aangezien voor wantrouwende burgers. Maar er is toch wel degelijk iets anders aan de hand. Die kritisch vertrouwende burgers, die overschreeuwen zichzelf ook nog wel eens, als ze scherp zijn in hun commentaar, soms ook agressief. Maar tegelijkertijd betekent het dat ze een dusdanige betrokkenheid hebben bij die organisaties, dat ze in dusdanige betrokkenheid dat ze de moeite nemen om die kritiek te uiten. En dat betekent dat in communicatieve termen is dat nog altijd een veel betere grondhouding dan onverschillig zijn. Betrokkenheid kan zich uiten in heel kritisch commentaar. Het kan eruit zien of ervaren worden als wantrouwen. Maar in de praktijk betekent het op de allereerste plaats betrokkenheid. En betrokken burgers, dat is toch iets waarvan je bij communicatie het liefst wil uitgaan. Nou, ik zal u laten zien dat blind vertrouwen, dat is eigenlijk linksbovenin, in het schema wordt dat acceptatie genoemd, in onze maatschappij, je zou kunnen zeggen, in onbruik is geraakt. Het voldoet niet meer aan de maatschappelijke norm. Wie wil er nou blind vertrouwen op de overheid? Wie wil er nou niet kritisch zijn? Het is een hele diep gevoelde, zeer vanzelfsprekende norm dat een goede burger in wezen kritisch is. Maatschappelijke organisaties en autoriteiten zijn in tijden van maatschappelijke onrust juist heel dol op het tegenovergestelde. Het ontkennen van onzekerheden en het vragen, direct of indirect, om dat blinde vertrouwen. Wat die burger dus niet wil geven. Nou, hier hebben we in een notendop het communicatieve vertrouwensprobleem wat zich vaak afspeelt. Ik zal u laten zien hoe dat blinde vertrouwen eigenlijk niet meer aan de maatschappelijke norm voldoet en waar dat ertoe leidt. Hier ziet u een voorbeeld van zo'n 10 jaar geleden, waarin het zogenaamde IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, wellicht kent u het, het nieuwe rapport, het destijds nieuwe rapport aankondigt. Dit is een partnership, dat IPCC, tussen wetenschappers en beleidsmakers, met het doel geloofwaardige informatie aan beleidsmakers te verschaffen. We hebben 5 rapporten gehad. De 6e wordt in 2023 verwacht. 2500 plus scientific expert reviewers, 800 plus contributing authors and 450 plus lead authors from 130 plus countries. 6 years work, 1 report. Kunt u mij vertellen hoe het IPCC hier duidelijk maakt dat het hier om de waarheid en alleen om de waarheid gaat? Welke middelen, welke argumenten, zo u wilt, zetten ze hierin? Ja, feiten, ja. En hoe wordt die feitelijkheid van de beweringen in dat rapport onderbouwd hier? Wat is hier de suggestie? Ja, veel mensen. Er zijn nog meer aspecten. Ja, waar zie je dat precies? Nou, als je zegt dat 2500 scientific reviewers ermee bezig zijn geweest, het zijn allemaal hele grote getallen, die denken van fantastisch. Ja. Dan beroep je op basis van autoriteit binnen je vakgebied dat het zo is. Ja, dat zijn er eigenlijk 2. Hè? Aan de ene kant veel mensen, maar het zijn ook nog eens een keer scientific expert reviewers, bijna dubbelop. Hè? Dus dat is dat appelleren aan autoriteit. Er is nog meer, zit er in deze boodschap. Wat ziet u nog? Heel verschillende landen brengt het
Ja, heel verschillend. Ja, diversiteit. En wat is dan het ultieme argument? Iedereen is het toch met elkaar eens. Hè? Veel, divers en toch één report. Er is ook heel lang aan gewerkt, ook nog belangrijk. Maar u ziet hier dat, hè, dat het heel interessant is hoe hier de feitelijkheid wordt opgebouwd. Het zijn er veel, ze zijn verschillend, het zijn experts en toch één rapport waar ze lang aan hebben gewerkt. Maar helaas, wellicht, of ik denk inderdaad helaas, feiten zijn niet genoeg om mensen te overtuigen. Dat zien we hier. Weliswaar zeggen sommigen, ik hoop dat u het kunt lezen, de linker cartoon, global warming is hogwash. No basis in fact. A total myth. He melted. Met andere woorden, je graaft je eigen graf of je smelt, hè, als je de feiten niet accepteert. Dat wordt in deze cartoon gesuggereerd. Maar anderen zeggen, en die stem is misschien wel luider tegenwoordig, 2500 scientists say we've caused global warming. I'd like a second opinion. U ziet, feiten overal, maar niet voldoende om mij te overtuigen. Ik blijf naar een andere feitelijke of opinie zoeken. En dit is een heel belangrijk verschijnsel. Geen onzekerheid suggereren, die onzekerheid is er niet. Het zijn absolute waarheden. En wat zien we? Niet alleen bij klimaat. We zien het bij allerlei onderwerpen, vaccinatie, gezonde voeding, ADHD, neurowetenschap. Feiten zijn niet genoeg. Op zich niets nieuws, maar tegenwoordig is dat gevecht veel gearticuleerder dan het ooit was. Daar komen we dadelijk misschien nog op terug. Ten tweede zien we dat het benadrukken in de communicatie, dat het om de pure feiten gaat, dat de feiten voor zich spreken, de feiten als het ware tegelijkertijd omstreden maakt. Dus het is het omgekeerde van wat je misschien zou verwachten. Je vraagt om vertrouwen. Misschien suggereer je wel, dit moet je blind vertrouwen, het is goed. En je krijgt kritiek. Het wordt onderuit gehaald. Ik weet niet of u de sketch van Monty Python kent, waarin piloten zich vervelen en daarom het volgende aan de passagiers melden. Hello, this is your captain speaking. There is absolutely no cause for alarm. That will get them thinking, voegt John Cleese toe. Maar zoals we hier kunnen zien, benadrukken dat er niets aan de hand is, zoals ook zo vaak met maatschappelijke discussies gebeurt, doet mensen verwonderen over het motief om iets dergelijks te zeggen. Er moet wel iets aan de hand zijn. Dat kan niet anders. Hij kan wat mij betreft gestart worden. Irritate people in almost any circumstances. For example, have you ever heard the story about the two beautiful blondes who were on their first visit to a nudist camp? Dit gaat nog niet over. Nee, dit hoort bij de grap. Sorry, ja. Niet de grap waar ik op moet concentreren. And this story also illustrates how irritating mechanical failures are. I spy with my little eye. Something beginning with S. Sky. Mm-hmm. I spy with my little eye something beginning with C. Cloud. Yeah. Oh, God, I'm bored. I'm fed up with that go. Let's play another go. I know what. What? Hello? This is your captain speaking. There is absolutely no cause for alarm. No, not yet. They're thinking,
What is there absolutely no cause for alarm about? Are the wings on fire? The wings are not on fire. Now they're thinking, why should he say that? So we say... Oh, hello, how are we doing? I've stopped eating, looking a bit worried. Good. Hang on, one of them's going to the washroom. Is he there yet? Please return to your seats and fasten your safety belts immediately, please. Yes. Here he comes, going up the aisle like the clown. Hello, you will find your life jackets under your seats. I'm sorry, you will find them on the racks above your head. But do not unfasten your safety belts. Great, great, that was marvellous. Gobbledygook. Oh. Yeah. The scransons above your head are now ready to flange. Please unfasten your safety belts and press the emergency photo scans on the back of the seats behind you. Marvellous, milling about, climbing over the seat. But do not leave your seats. Do not panic. Tea will now be served. Inflate your life jackets. And extinguish all cigarettes. Please remove the luggage from the racks above your heads and place it on the racks on the other side of the aircraft. Except the hand luggage. Which you should sit on. No, look. Hang on. What? Hang on. What? They've all jumped out. You know, I wouldn't be surprised if there wasn't some trouble about this. Oké. Okay. Kortom, hello, this is your captain speaking. There is absolutely no cause for alarm. Benadrukken dat er niets aan de hand is, doet mensen verwonderen over wat zit hierachter? Er moet iets aan de hand zijn. Nou, dat is wat we vaak zien in discussies waarin de feiten en niets dan de feiten worden benadrukt. Het doet mensen zich afvragen wat er aan de hand is en waarom een overheid, waarom een IPCC dit zo sterk benadrukt. Er moet wel iets aan de hand zijn. Wat staat er op het spel? Wat is het achterliggende belang? Die feiten benadrukken, dat is een terugkerend fenomeen. Een terugkerend patroon in dit soort situaties. Maar in veel van de huidige debatten rondom vaccinatie, voeding en klimaat staat niet zozeer de geloofwaardigheid van die feiten, van de wetenschap zelf op het spel, maar de identiteit van de deelnemers. Of breder gezegd, vraagstukken over waarde of morele vraagstukken. Om dat te begrijpen moeten we eerst op een andere manier naar discussies over wetenschap en technologie gaan kijken. De uitspraak, wetenschap is ook maar een mening, vindt u vaak terug in reacties op een klassieke uitspraak van experts in dat soort situaties. Naar aanleiding van de onrust rondom een deels wetenschappelijk thema, bijvoorbeeld de vaccinatie. Dit zijn de feiten en daar moet u het mee doen. Hiermee zegt de expert eigenlijk indirect twee dingen. Ik ga over de feiten en jij niet. Eventueel ga je wel over iets anders. Waarden, ervaringen, geloof, etc. En ten tweede zegt een expert hiermee indirect, en we hebben ook veel in onderzoek gezien dat deelnemers het ook zo opvatten, jullie mogen best verder discussiëren, maar mijn rol is hiermee uitgespeeld. Ik heb de feiten over de heg gegooid en daar moet u het mee doen. In feite stopt daarmee, of begint niet eens, de dialoog. In deze context, namelijk als je wetenschap is ook maar een mening, als een reactie ziet op de uitspraak van experts in dit soort situaties, krijgt deze uitspraak een hele andere lading. De uitspraak kan worden gezien als een reactie op het stopzetten van de dialoog en het claimen van superieure of enige toegang tot de feiten. Maar die feiten worden nou juist zo belangrijk geacht. Niet alleen voor experts om een punt te maken, maar ook voor alle andere niet-experts in deze situatie. Ook zij moeten een beroep doen
op feiten om serieus genomen te kunnen worden. Niet zozeer de wetenschap zelf staat in discussie, als iemand beweert, wetenschap is ook maar een mening, maar de identiteit van de burger. Er wordt tegen hem of haar gezegd, jij hebt geen toegang tot de feiten. Jij bestaat uit emoties en ervaringen. En dus ben je niet serieus te nemen. Tegelijkertijd staat de identiteit van de expert op het spel. Ik heb exclusieve toegang tot de feiten. Of toch niet? Kortom, niet alleen feiten, maar vooral op de eerste plaats staan er waarden ter discussie. Wat is een goede burger? Kritisch of niet? Wat is een goede expert? Exclusieve toegang tot de feiten of niet? In dit soort situaties profileert de burger zich als iemand die serieus te nemen is, omdat hij of zij ook over de feiten beschikt. En hier komen we op een belangrijk punt in onze discussie. Niet zomaar de feiten staan in dit soort discussies, ter discussie, op het spel. Maar je zou kunnen zeggen, het gaat hier om gepassioneerde kennis. Kennis die verweven is met waarden en daarom juist zo gepassioneerd is. Dit zijn grote begrippen, maar in feite zijn ze terug te brengen tot een aantal essenties. We zijn geneigd om waarden te zien als afbreukdoend aan de feiten. Dus waarden worden over het algemeen als iets negatiefs gezien, als iets wat niet toevoegt, maar afbreuk doet. En interessant is om te zien, dat zien we ook telkens in onderzoek terugkomen, is dat niet alleen experts dat doen, of professionals, maar wij allemaal. In onze hele samenleving is het essentieel om toegang tot die feiten te hebben, want dan word je serieus genomen. Waarden zouden we moeten herdefiniëren, of kun je ook zien als, zo zou ik het moeten zeggen, die laten namelijk zien wat mensen belangrijk vinden. En dat is de meest simpele definitie van een waarde. Een waarde is dat wat mensen belangrijk vinden. Mensen zijn emotioneel of raken emotioneel over dat wat belangrijk is in het leven. En daarmee, daarom ook, zijn emoties een hele belangrijke ingang om waarden naar boven te krijgen. Wanneer kennisdebatten emotioneel worden, gaat het dus niet zozeer over de feiten. Want over feiten wordt niemand van ons echt boos, helaas misschien, maar over onderliggende waarden. Dingen die extreem belangrijk zijn in ons leven en ons daarom diep raken. Dit geldt voor experts als voor net zoveel als voor niet-experts. Ogenschijnlijke kennisdebatten over vaccinatie, ADHD, gezonde voeding, etc. gaan dus ook en vooral over waarden. En dat verklaart de passie en soms de agressie, de woede waarmee ze gevoerd worden. Niet alleen de feiten, maar jij staat zelf ter discussie. Nou, laten we eens kijken naar een voorbeeldje uit de antivaccinatiebeweging. En daar heeft het blaadje op uw stoel betrekking op, maar ik zal ook de fragmenten laten zien op de slides. Dit is een plaatje van een tijdschrift wat weer behoort bij een groot antivaccinatieforum, noem ik het maar even voor het gemak. Er zijn meer onderwerpen, maar dit is er eentje van. Het is een site mothering.com. Waar allerlei ouders vragen stellen, met elkaar discussiëren over vaccinatie. Ouders die antivaccinatie zijn, ouders die twijfelen, ouders die vragen hebben. Maar vooral antivaccinatieouders. Of ouders die daartoe neigen. Nou is mijn eerste vraag aan u, voordat we naar het materiaal gaan kijken. Waar kunnen deze ouders nou van beschuldigd worden? En dan moet u even, we gaan even een hypothese vormen, in maatschappelijke zin, dus u hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar ik hoor graag van u een aantal beschuldigingen die gemaakt zouden kunnen worden wanneer het gaat om ouders die hun kinderen niet laten vaccineren. Wat zijn dat voor ouders? Ja, vaccinatie gaat voor de hele
onverantwoordelijk. Ja. Sorry? Oh, ja. Onverantwoordelijke ouders. Dus ouders die dat ouders op deze manier de vaccinatiegraad omlaag helpen en dus andere kinderen ook niet beschermen. Hè? Dus onverantwoordelijkheid is een belangrijke beschuldiging. Nog een andere? Je eigen kind een gezondheidsrisico aandoet. Ja, dat je dus ook weer onverantwoordelijk bent, maar dan ten opzichte van je eigen kind. Ja. Ja. Wat nog meer? Oh, sorry. Ja. Daarachter. Dom. Ja, absoluut. Ik zou niet zeggen dom, ik zou zeggen pseudo-kritisch. Pseudo-kritisch, ja. Nogmaals, u hoeft het er zelf niet mee eens te zijn. Hè? Het gaat erom, we gaan nu even ons een beeld vormen van de maatschappelijke context waarin deze ouders zich bevinden. Dom, pseudo-kritisch. Ja, naïef, laks, onwetend. Nou, kortom, er is een heleboel te verzinnen bij antivaccinatieouders. En het is belangrijk, dit zijn hypotheses, in de zin van ik werp ze op. Omdat u zult zien dat antivaccinatieouders die discussiëren in deze groep, ogenschijnlijk een hele beschermde omgeving, daar heel direct rekening mee houden. En zich daar als het ware ook bij voorbaat op richten. En daar ook iets mee doen. Kijkt u even naar de voorbeelden. Dat zijn een aantal voorbeelden van ouders die zich voor het eerst, van moeders in dit geval, die zich voor het eerst op de site wagen. En van ouders die zich voor het eerst op de site wagen. Deze ouders worden ook wel novices genoemd. En in die eerste boodschappen formuleren ze een heleboel directe en indirecte redenen, hè, waarom ze op deze site komen en wat hen daartoe gebracht heeft. Mijn vraag aan u is, kunt u, en dat mag u doen met de persoon naast u, eens kijken of u overeenkomsten tussen deze fragmenten ziet. Wat benadrukken de moeders en hoe om hiermee bewust of onbewust te voorkomen dat ze beschuldigd worden, bijvoorbeeld van irrationeel gedrag? U moet dat dus steeds lezen op een zodanige manier dat u denkt, daarvan dat soort beschuldigingen hangen in de licht. Is dat wat hier gezegd wordt een potentiële verdediging daartegen? Dus wat willen ze ons laten weten? Wat maken ze relevant voor ons? Er zijn 3 overeenkomsten. Niet in alle fragmenten zijn ze even sterk. En ik lees ze heel eventjes met u door. Ze zijn in het Engels. Moeder 1. I used to think that I would want an elective C-sec whenever I got pregnant. Dus een keizersnede. I thought gluten-free was a silly trend. I thought non-vaxxers were paranoid, and I used to wish doctors would give out antibiotics quicker. Ha ha ha. Moeder 2. I knew some people who didn't vaccinate their children. At first I thought they were crazy, but it made me look into the topic. Oh, ik doe steeds. Moeder 3. My cousin, who was an ER nurse in Boulder, she talked to me during a family reunion when I was only 3 months preggo for dear son number 3. I will never forget. She walked up to me and said, "You're not planning on vaccinating that baby, are you?" as she pointed at my belly. That started an insane research ride. Okay. Aan u de vraag, kunt u één of meer overeenkomsten ontdekken tussen de manier waarop deze moeders zichzelf presenteren? Hè, waarop ze zichzelf als een geloofwaardige antivaccinatieouder presenteren? En dat kunt u doen met uw buurman, buurvrouw. Thank you.
1,47 starten. Dan stoppen? Nee, starten. Oh, op 1,47. Oh, dan moet ik er zo even naartoe lopen. Ja, cool. Ja, oké. Okay. Dit is natuurlijk altijd een moeilijke taak om een pratende zaal weer rustig te krijgen. Ik ben heel benieuwd naar uw inzicht. Ik realiseer me dat het allemaal heel snel is. Wij doen er als onderzoekers veel langer over natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Welke overeenkomsten ziet u? Hoe presenteren deze moeders zich? Op welke manier? Wat benadrukken ze? Wie mag ik het woord geven? Ik kom even met mijn microfoon, dan kunnen de mensen thuis je ook horen namelijk. Ja. Ik vind, volgens mij zijn ze allemaal recent, of in ieder geval veranderd van mening door de invloed van andere mensen. Dat je duidelijk bij moeder 3 zit, die beïnvloed is door een ER-nurse, en bij moeder 2 die het omschrijft als andere personen. Prachtig, hartstikke goed. Je noemt eigenlijk al een beetje 2 patronen. Je ziet, zou je kunnen zeggen, een verandering, hè? Van situatie A naar situatie B. Hè? Eerst dacht ik dit en toen dacht ik dat. Er is sprake van een soort bekering, of zo wordt het gepresenteerd. Ja? En ik hoorde jou nog iets zeggen over wat de aanleiding was van deze verandering. De invloed van andere mensen. Ja, de invloed van andere mensen. Dat is heel interessant. Wat voor soort mensen zijn dat? Heeft u daar een idee van? Nee? ER-nurse? Wat is dat voor iemand? Wat valt daaraan op in deze anti-wetenschappelijke context, potentieel? Ja, een ER-nurse, iemand die is opgeleid tot de traditionele medische wetenschap behoort, hè, zou je kunnen zeggen, opgeleid binnen de traditionele medische wetenschap, dus benadrukt wordt. Het is een academische dame, hè, die de aanleiding is geweest. En er is sprake van een bekering. Ja.
Wat mij vooral opviel is dat ze een soort van excuus proberen te vinden waarom ze tot deze mening gekomen zijn. Ze zeggen allemaal van, ik heb het van iemand gehoord of ik ken de mensen die tegen vaccinatie waren, ik weet niet of ik het goed zeg. Maar dat ze een excuus zoeken om hun eigen mening te uiten. Ja, in de analyse die wij doen spreken we verder geen oordeel uit of dit een excuus is of een... maar het verwijst ook een beetje naar wat hier eerder gezegd werd, hè, dat er dus een reden wordt gegeven, hè, om, voor die bekering. Maar ik ben wel geïnteresseerd in op wat voor gronden suggereren ze dat ze veranderden van mening. Even los van of het waar is of niet. Het gaat even om een oefening van in empathie, in wetenschappelijke empathie. Wat suggereren zij hier? Ja. Ze suggereren vooral dat ze wel kritisch zijn en niet zomaar iets zonder slag of stoot hebben aangenomen. Ja, ze zijn heel duidelijk kritisch. Ze nemen, je ziet bijvoorbeeld een focus op eigen onderzoek. Hè? It started in insane research, right? Hè? De verandering wordt ook geïnstigeerd door wetenschappelijke mensen vaak, hè, of academische aanleidingen zou ik bijna zeggen. Ja, zeker. Nou, al met al heeft u al een heel setje gevonden. En we zouden kunnen zeggen dat een geloofwaardige antivaxer, want we bekijken eventjes vanuit het perspectief van hoe zetten mensen die voor het eerst op deze site komen, hoe zetten ze zichzelf neer als geloofwaardig antivaxer? En wat benadrukken ze dan? En dat het doel daarvan is om te begrijpen wat mensen beweegt, wat ze aan ons willen laten zien, welke identiteit ze willen neerzetten. Met andere woorden, welke waarden hier heel belangrijk zijn. We zien drie patronen, ook door het hele forum heen. Er is sprake van bekering, er is sprake van invloeden van buitenaf en er is sprake van het benadrukken van eigen onderzoek en de feiten verzamelen. Interessant genoeg, alle verhalen zijn erop gericht om de bekende beelden van antivaccinatieouders, die u net eigenlijk ook genoemd heeft, te weerleggen. Ik ben niet irrationeel, maar rationeel. Ik ben niet intuïtief, ik heb bewust besloten. Ik ben niet ongeïnformeerd, ik heb mijn eigen onderzoek gedaan. Hun verhaal is ook, hè, I thought I... Wat staat er precies ook weer? I thought gluten-free was a silly trend. I thought non-vaxxers were paranoid. Wat je ook ziet is dat ze zich als het ware met een rationeel publiek identificeren. Ik was net als u, maar op grond van de feiten ben ik veranderd. Kortom, niet op grond van een vooroordeel, maar op grond van onafhankelijk verzamelde wetenschappelijke informatie. En terugverwijzend naar het begin, niet blind vertrouwen, nooit blind vertrouwen, maar zelf je eigen onderzoek doen en op grond van dat onderzoek tot je eigen conclusie komen. Waar hebben we dat eerder gehoord? Het lijkt wel wetenschap. Kritisch nadenken en niet zomaar aannemen wat een ander zegt. Hier zie je terug wat een hele diepgevoelde maatschappelijke norm is voor experts, voor u, voor mij. Namelijk, niet zomaar blind vertrouwen op instanties, maar zelf uw feiten verzamelen en tot een bepaalde conclusie komen. Het interessante is, hè, dat dit soort, je zou het kunnen verlichtingsdenken kunnen noemen, als een boemerang lijkt terug te keren. Hè. Nu zouden we misschien wel graag willen dat mensen ze eventjes blind vertrouwen. En wat doen ze? Ze kiezen hun eigen pad en zijn kritisch op basis van zelf verzamelde feiten. Ik zeg niet, die feiten kloppen. Dit is juist, maar het laat wel zien hoe mensen zich, waar mensen zich op richten en hoe mensen zich oriënteren. De tijd gaat zeer snel. Ik wil u nog even deze cartoon laten zien. En mijn vraag is eigenlijk, waar, van wat voor site komt deze cartoon? U ziet een kasteelmuur en bovenop staat een aantal mannen. Bloggers again, what do they want this time? The usual, wordt er geantwoord. Beneden staat een club mensen te protesteren met borden in hun hand. Facts, objectivity. Van welk type site, dat welk type publiek bedient, zou deze
cartoon afkomstig kunnen zijn? Denkt u even na wat u net geanalyseerd heeft en gehoord heeft. Enig idee? De mensen roepen op feiten en objectiviteit, maar dat wordt gewoon terzijde geschoven. Geen idee? Anti-Trump-site. Sorry? Anti-Trump-site. Een anti-Trump-site. Nou, het is de site van anti-vaccinatieouders, de verontruste moeders destijds. Dus eigenlijk uit een hele, ja, een hoek die je niet zou verwachten. Dus je ziet dat de anti-vaccinatieouders, de ouders met twijfels, die identificeren zich met de mensen die slechts om feiten en objectiviteit vragen en toch niet gehoord worden. Het zouden ook zomaar wetenschappers kunnen zijn. Wij komen met feiten en objectiviteit en niemand luistert. Maar het zijn in dit geval de anti-vaccinatieouders. En ook hier ziet u weer een hele belangrijke waarde hier is. Je bent een goede ouder, en daar zal ik mee afsluiten. Je bent een goede ouder als je zelf onderzoek doet. En het is lui om te vertrouwen. Dat is precies het tegenovergestelde dat je zou verwachten. Blind vertrouwen, dat is niet iets wat je zou moeten koesteren. Eerder omgekeerd, kritisch moet je zijn. En dat is wat wij doen. Overheden, onderwijs, opvoeding, stimuleert dit ook. Je bent de perfecte burger, je bent het perfecte kind als je niet zomaar dingen aanneemt, maar zelf je onderzoek doet en kritisch bent. Dit is eigenlijk een waardediscussie. Het gaat over wat is goed ouderschap. Het is een voorbeeld van wat ik in het begin probeerde aan te geven. Deze discussies lijken te gaan over feiten. Ook bij de klimaatdiscussies kun je dit soort zaken zien. Maar gaan uiteindelijk over waarden. Waarden die voor alle partijen op het spel lijken te staan. En om die waarden zou het ook moeten gaan. Die waarden moeten we blootleggen en ook naar boven halen. Maar wat we zijn gewend is het privatiseren van die waardediscussie. We zeggen, hier heb je de informatie, beslis zelf. Dus we halen dat eigenlijk uit het domein van collectieve besluitvorming. En we individualiseren het. En daarmee worden het allemaal informed consent procedures. Je moet toestemming geven op basis van informatie. We zien ook dat feiten niet alleen door experts, maar door iedereen als superieur worden beschouwd aan waarden. En dat we die waardediscussie daarom liever niet voeren. Zelfs politici, ondanks Dijkhoff nog, verwijzen liever naar feiten en naar wetenschappelijke onderzoeken en onwetenschappelijke mensen zoals antivaccinatieouders en mijden daarmee de waardediscussie. De discussie die hier bijvoorbeeld speelt, wat is het goede ouder? Hoe kunnen we met elkaar onze kinderen beschermen op een goede manier? Ook zelfs in het domein van de waarden zou je kunnen zeggen, de politiek, lijkt het erop dat ook daar de feiten een superieure positie hebben ingenomen. En dat maakt het zo moeilijk om deze discussies echt te voeren. In verband met de tijd moet ik helaas dit overslaan. En dit ook helaas. En kom ik tot mijn conclusies. We zijn begonnen met een samenleving die onzeker is, waarin van alles gebeurt. En op basis van die onzekerheid en complexiteit reageren we vaak met feiten, zekere feiten. Maar het presenteren van die feiten roept eerder weerstand op dan dat we ze omarmen. Die feiten kunnen dit type discussies niet beslechten. Misschien zouden we het willen, maar het lukt niet. Feiten zijn nodig, maar zijn niet voldoende. Begrijpt u me goed? Ik ben niet anti-wetenschappelijk, ik ben niet anti-feitelijk. Maar het is belangrijk om te zien dat die feiten met waarden verbonden zijn. En dat die verwevenheid ook deel moet uitmaken van het gesprek. Niet van de individuele informatievoorziening, maar van het collectieve gesprek. Bijvoorbeeld over wat is het om een goede ouder te zijn? Hoe kunnen we onszelf en onze kinderen goed beschermen? En natuurlijk bestaan daar verschillen van mening over. Maar boor je die waardediscussie aan, dan zul je zien dat je het echt gesprek hebt. En dat is al een
heel belangrijk doel in dit soort situaties. Kijk kortom verder dan het argument lang is. En vooral de vraag, wat staat er op het spel? Want zoals ik eerder heb aangegeven, niet zozeer de feiten staan op het spel, maar jij als persoon, jouw identiteit als goede burger, goede patiënt, goede ouder of goede expert. En daar moet het debat dan ook, debat zeg ik, daar moet het gesprek over gaan. En essentieel, daarom herstelde ik mezelf net, het gaat niet om debat, maar om dialoog. En dat is een groot verschil. In debatten veronderstellen meningen. Debatten veronderstellen dat je meningen gaat uitwisselen. En debatten veronderstellen ook dat er winnaars en verliezers zijn. Maar in dit soort situaties leveren debatten weinig tot niets op. Belangrijk is om het format, dat klinkt iets te technisch, maar om een dialoog te voeren. Een dialoog, dialogos door het woord, dus zeker niet zonder geweld, maar in een dialoog, of zeker zonder geweld, sorry. Maar in een dialoog exploreer je elkaars vooronderstellingen. Een heel lastig iets voor meeste experts, want niet alleen de vooronderstelling van de antivaccinatieouder moet er dan op tafel komen te liggen, maar ook die van jou. Ook die van de professional. Anders kun je geen gesprek aangaan. En dat wordt feilloos aangevoeld door mensen, door ons allemaal. Het tweede wat belangrijk is bij dialoog is dat consensus als eindresultaat niet nodig is. Extreem belangrijk in dit soort situaties is om een echt gesprek te beginnen. En dan draai je deze situaties vaak op een hele bijzondere manier bij. Dat heb ik regelmatig mogen meemaken. Maar het vermijden van dialoog kan er ook voor zorgen dat debatten of dat onderwerpen, dat de messen geslepen worden en dat de onderwerpen voortdurend aan de hand van de feiten beslecht worden. En dat lukt dus niet. Tegelijkertijd is dialoog ook een heel schaars middel. Ik zeg wel eens dat dialoog is iets wat je misschien maar één keer per dag wil doen. Want als jij vragen gaat stellen, vragen over wat vooronderstellingen zijn, wat achterliggende waarden zijn, dan moet je daar ook echt een antwoord op willen hebben. En lang niet altijd willen we dat en hebben we daar zin in. Dus vragen stellen als truc, zonder echt een antwoord op te willen hebben, is zinloos. En vandaar dat ik altijd onderstreep hoe belangrijk is om dialoog, om daar zuinig mee te zijn. Alleen als je het echt meent. En dat is iets wat ik u niet kan leren.